Een maand nadat zijn broer Frank Deen op een vrij pijnlijke wijze aan de kant is gezet als ochtendchok van John de Mol sender Radio 538, haalt Robert Jensen keihard uit naar de miljardairsfamilie. familie Ik ken die mensen allemaal hoe ze in het echt zijn, het is het tegenovergestelde, zegt de talkshow-host, die tegenwoordig een coronashow maakt, op Jensen.nl. De Mol-familie is heel erg nep, al dus Robert. Alles in de showbiz is nep. Alles is nep. De mensen zijn nep, het gezicht van Linda de Mol is nep, het gezicht van John de Mol is nep. Die mensen hebben miljarden en weten het toch nog voor elkaar te krijgen om de slechtste plastische chirurgie te krijgen in de wereld. Vooral Linda ziet er niet uit, vindt Robert. Ik weet niet wie het werk gedaan heeft bij Linda met die wangen, maar ik denk Stevie Wonder. De Mol-familie is het ultieme voorbeeld dat de showbiz nep is, meent Robert. Het probleem is dat die hele wereld nep gemaakt is, en het probleem daarvan is dat mensen groot zijn geworden in het daadwerkelijk verspreiden van neppigheid en manipulatie, zoals de familie de Mol. Linda de Mol is niet Linda de Mol, en Johnny de Mol is niet Johnny de Mol. Johnny is helemaal niet zo integer als hij overkomt, zegt hij. Dat is niet die vriendelijke gast met die downkinderen. Die gebruikt die downkinderen en thuis slaat hij zijn vriendin het ziekenhuis in, wat gewoon bewezen is. Lees dat boek van Mark Koster. Het is allemaal nep en ze spelen met imago en uiterlijkheden. Robert gelooft er niets van dat de Mol-familie niets wist van het enorme wangedrag achter de schermen van Three Voice. Zoon Linda de Mol weet het natuurlijk allang. Deze PR-campagne alsof ze het allemaal niet wisten is om te kotsen. Hetzelfde geldt overigens voor een Chantal Jansen, presentatrice van Three al dus Robert. Ik vind Chantal Jansen wel aardig, maar ze is ook nep. Zij weet ook dat het al jaren aan de gang is. Schijn nou toch uit. Zo'n PR-campagne liet de Mol-familie eerder los op Johnny, al dus Robert. De heilige Johnny de Mol Jr. Hij heeft zijn vriendin het ziekenhuis ingemept. Dat wordt dan ook weer achtergehouden met de PR-machines. Niemand schrijft erover, want iedereen is bang voor de familie. Zelf heeft Robert in het verleden ook met John gewerkt, maar konden ze niet door één deur. Daarna zou John hem hebben tegengewerkt. Ik heb daar later wel last van gehad. Hij heeft nu lak aan de Milliardaires-familie. Ik ben niet bang voor de familie.